Leuk dat je kijkt naar deze bijzondere editie van de Nationale Jongerenherdenking Roosendaal. We hebben een vol programma. We gaan straks kijken naar een intieme dansfilm, opgenomen hier achter in de Sint-Jan en gemaakt door theaterwerkplaats Tiori. Ik vertel jullie het een en ander over de herdenkingsroutes die je door de binnenstad van Roosendaal kunt lopen, tot en met 16 mei. En na de jongerenherdenking schakelen we over naar het live gedeelte. Dat is de herdenking van de gemeente Roosendaal. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Hier is Berber Dietvorst met een eigen geschreven nummer. Stap voor stap, we hoeven niet te praten. Hand in hand, niet van plan om los te laten. De koude wind strijkt langs onze wangen en we zeggen niks. Gedachten zijn gevangen en we lopen door. We weten niet waarheen, maar we lopen door naar het volgende probleem. Nu je weg bent, is er niemand hier meer over die mij echt kent. Ik hou mijn ogen gesloten voor de tranen die gaan komen zodra je weg bent. Komen alle woorden boven die ik nooit zeg. Laat mijn gedachten verdoven. Ik moet mezelf echt gaan beloven. Voortaan zal ik vertellen wat ik net niet zeggen kon. Als je terugkomt, stap voor stap, gaan we alsmaar door, woord voor woord. Ze spoken door mijn hoofd, kijk me aan, grote blauwe ogen. Als vogels weggevlogen, maar we lopen door. We weten niet waarheen, maar we lopen door naar het volgende probleem. Nu je weg bent, is er niemand hier meer over die mij echt kent. Ik hou mijn ogen gesloten voor de tranen. Ik moet mezelf echt gaan beloven. Voortaan zal ik vertellen wat ik net niet zeggen kon. Als je terugkomt, is het dan de juiste tijd? En als we praten, raak ik al mijn woorden kwijt. En als ik wegloop, geek dan later spijt, je kunt het niet voorspellen. Maar zodra ik weg ben en herinneringen zwaaien, elk beleefd moment, dan denk ik aan al mijn vragen. Ik moet mezelf echt leren praten. Want voortaan zal ik vertellen wat ik toen niet zeggen kon. Als je terugkomt. Wat is jouw eerste herinnering aan dodenherdenking? Mijn eerste herinnering aan dodenherdenking is thuis kijken naar de televisie. Ik keek dan met mijn moeder. Mijn vader die zit in het Koninklijke Luchtmachtorkest, die speelt saxofoon.
Dus hij was eigenlijk altijd aanwezig op dat dan, bij de dodenherdenking. Dus hij was er thuis nooit bij. En dan ja, als je zo jong bent, dan weet je nog niet precies wat het allemaal inhoudt. En heb je misschien zelf nog niet echt iets of iemand waar je dan aan denkt, die 2 minuten. Ik weet wel dat dat best wel veel indruk op me maakt. En toch ook al weet je nog niet precies waar je stil voor bent. Of heb je zelf nog niet echt iets of iemand die je herdenkt. Ik weet wel dat dat wel toch wel indruk op me maakt. Dus normaal keek je met dode herdenking naar je vader op tv. Hoe vind je het nou dat hij nu naar jou kan kijken? Ja, heel leuk, heel bijzonder. Mijn ouders die zeiden ook al van, hey, dat is wel grappig dat je nou eigenlijk dezelfde kant op gaat. Dus ik vind dat gewoon heel leuk. Hey, we vieren nou in Nederland 76 jaar bevrijding. Heb jij een idee hoe we het belang van die herdenking aan de volgende generatie door zouden kunnen geven? Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat het gewoon van jongs af aan al mee wordt gegeven. Dat het die voorlichting en ook gewoon op scholen met geschiedenis, dat je dat toch wel leert. En ook de schokkende dingen en beelden, dat het ook wel belangrijk is. Omdat je dan wel beseft van dat dat echt is gebeurd. En dat je dat gewoon niet nog een keer wil. Nee. En misschien nog steeds op plekken in de wereld gebeurt. Want ja, zeker. We vieren natuurlijk 76 jaar vrijheid, maar er zijn ook een hele hoop plekken waar op dit moment nog helemaal geen vrijheid is. Ja, precies. Dus dat je ook beseft van, ik woon in Nederland en dat je daar eigenlijk wel heel blij mee moet zijn met de vrijheid die je hier hebt. Ja. Speciaal voor deze editie van de Nationale Jongerenherdenking maakte choreograaf Jordi Dik van theaterwerkplaats Theori een indrukwekkend duet. Vanuit de Sint-Jan in Roosendaal dansten dansers Misha en Margriet de voorstelling Niemand is een eiland. Ik wil geen eiland zijn. Ik wil niet continu hoeven zwemmen. Ik wil dat mijn hoofd boven water blijft. Dat iemand mij af en toe komt redden. Ik wil vliegen aan een touwtje, ik wil heen en weer bewegen. Ik wil omhoog kunnen kijken als de zon toevallig regent. Ik wil geen eiland zijn, ik wil ja zeggen als ik lach. Ik wil dat jij mij mooier vindt dan mooi. Geloof me dat ik stralen mag. Ik wil die spanningen mijn benen. Ik wil dat jij mij ademt. Ik wil dat jij mij ziet zoals ik zelf nooit had gedurfd. Ga niet weg, blijf bij mij. Ik wil dat alles stopt met alles of niets willen. Ik wil dat alles niet zo alleen is.
Ik wil dat de eenzaamheid mij verlaat, zodat de dag overgaat. Ik wil geen eiland zijn. Ik wil dat jij eens mijn ogen bent. Ik wil de regenboog naar de branding kunnen slepen. En ik wil blijven wie ik ben. Ik wil dat jij kon zien, zodat de kleuren van de zee het blauw vergeten misschien. Ik hou je vast door los te laten. En jij moet mij loslaten door mij nog één keer vast te houden. Houd me vast.
te denken zal niet Ik hoef geen eiland te zijn, als ik voor jouw liefde zou kiezen. Ik hoef geen eiland te zijn, ik hoef mezelf niet meer te verliezen. Ik kan wel dromen over later, ik kan wel zoeken naar wat er is. Maar in de stiltes en de leegtes weet ik toch wel wat ik mis. Ik hoef geen eiland te zijn. Ik hoef geen eiland te zijn. Ik hoef geen eiland te zijn. Waarom wij als Theory mee willen doen aan dit bijzondere moment is omdat wij eigenlijk met onze spelers ook bezig zijn om emancipatie aan te zetten. Om hun een bestaansrecht te geven in de samenleving en vooral ook echt op professioneel gebied van de kunsten. Waarom ik zo graag zelf met deze bijzondere mensen werk is omdat zij dingen doen waarachtig het materiaal pakken en dat is voor mij zo bijzonder. Ik zoek eigenlijk dat altijd in mijn performers en toen ik het tegenkwam dacht ik, hier moet ik blijven. Het stuk heet Niemand is een eiland en het gaat over opnieuw die bestaansrecht, over eenzaamheid, over mag ik lief hebben, mag ik jou lief hebben, durf ik überhaupt lief te hebben, de angst om weer ook losgelaten te worden en eigenlijk alles daartussenin. Over wederkerigheid, over de eerlijke ontmoeting tussen de hoofdpersoon en de ander. En het bestaansrecht, mag ik jou kussen? Mag ik überhaupt kussen? Mag ik lief hebben? En zeker met onze mensen met wie we werken, is dat niet vanzelfsprekend. Waar voor mij de koppeling ligt met bijvoorbeeld de oorlog is dat we mensen op een eiland hebben gezet. We hebben gezegd, jullie zijn één groep. En we willen jullie niet. En ik zeg nu we, maar dat waren natuurlijk ook ze. En dat gevoel van iemand eigenlijk in een hokje stoppen of in een kamp stoppen, prikkeldraad eromheen en alle gruwelijke dingen doen die je maar kan voorstellen. Ik denk dat er nog steeds eilanden soms zijn in de samenleving. Dat we nog steeds zulke dingen doen. Gelukkig lang niet meer zo heftig, maar we doen nog steeds gemene dingen en zetten mensen weg in hokjes en eilanden. En ik hoop dat we die eilanden kunnen doorbreken of af en toe kunnen laten zien dat we voorbij die eilanden mogen denken en elkaars eilanden mogen betreden. Het is heel vaak in het karakter van dat ze schattig zijn en lief, maar mijn dansers zijn dat absoluut ook, maar ook heel veel meer. De power die ervan afstraalt, de urgentie, Margriet die Misha een paar klappen op zijn donder geeft, er zit zoveel pit in. En daar gaat het voor mij het stuk over, dat niemand zou een eiland moeten zijn, niemand zou alleen moeten zijn. Ik zie alles als een wederkerige ontmoeting, dus het is echt gelijkwaardig daarin. Dus ik geef ze niks mee, het enige is dat we zijn samen aan het sparkelen, zeg maar. We proberen dingen in elkaar aan te wakkeren, dingen bij elkaar te prikken, waardoor we dat stuk maken. Dus ik probeer sowieso geen enkele performer iets mee te geven of iets te leren. Ik geloof dat we leren door de ontmoeting tussen ons. Dus ik leer eigenlijk net zoveel van hen als zij van mij.
Maar dat betekent niet dat ik alleen maar softie ben of, Nee, het is echt wel hard werk en ik vraag ze heel veel. Maar daarom geven ze mij altijd meer terug dan ik eigenlijk van ze kan vragen. De afgelopen jaren hebben de jongeren van Stichting Jong in de kleine zaal van Schouwburg de Kring een escape room gebouwd. Dit jaar moesten we dat natuurlijk anders oplossen en daarom is het mogelijk om twee herdenkingsroutes te lopen. Eén in de vorm van een escape room, waarbij het noodzakelijk is bepaalde codes te kraken. En één verhalenroute, waarbij je verhalen uit de lokale oorlogsgeschiedenis te horen krijgt. Verhalen van toen, maar verteld door de jongeren van nu. De routes zijn te lopen tot en met 16 mei. En voor meer informatie check even de website of de socials. Toen ik vroeger op school zat, dan dacht ik heel erg aan de Tweede Wereldoorlog. En was Doder denk ik voor mij heel erg mijn opa en de verhalen die ik daarover had gehoord. Wat is specifiek dodenherdenking voor jou? Ik denk het even stilstaan bij het feit dat je gewoon eigenlijk heel veel geluk hebt met het leven wat je leidt. En dat je daar eigenlijk niet heel vaak bij stilstaat, ikzelf. Dat je eigenlijk gewoon heel veel vrijheid hebt om gewoon te doen wat je wil en gewoon te gaan en staan waar je zelf wil. Dat je, als jij iets heel graag wil bereiken, dat je dat gewoon kan doen zonder dat je daarin beperkt wordt. Dus dat is voor mij de dodenherdenking, om daar even bij stil te staan. Je hebt net het nummer Als je terugkomt gespeeld, maar we gaan nog een nummer van je horen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Het tweede liedje, Don't Ever, gaat over een jongen die is gevlucht uit Afghanistan, uit het oorlogsgebied. En hij kwam bij mij in de klas en toen heeft hij mij eigenlijk zijn verhaal verteld. En toen vond ik dat heel mooi en inspirerend en toen heb ik besloten om een beetje voor hem, maar ik hoop eigenlijk voor iedereen die het hoort, een beetje de boodschap over te brengen dat je, wat je ook meemaakt, dat je altijd gewoon moet blijven hopen en de moed moet blijven houden. Dat het altijd wel weer goed komt. Don't ever. Ja. Mooi. You're just a kid, don't know the world you're in. You have to leave, don't get what's happening. Just a teen, still full of hope and dreams. When you feel at home, it's time to leave again. It ain't the end of the world if you just keep on hoping. 'Cause you're brave and you're young. You can do it, just stay strong. Choose to go, it'll be okay. I just don't want you to know. It ain't the end of the world if you just keep on hoping. 'Cause you're brave and you're young. You can do it, just stay strong. You found the light you were
Voordat we overschakelen naar het live gedeelte hier in Roosendaal aan de Parklaan. Wat is vrij zijn? Waarom zijn we elk jaar 2 minuten stil? Wat betekent herdenken voor jou? Dat zijn van die vragen die dan gesteld worden. En daar ga je meestal eigenlijk pas echt over nadenken als het zover is. Als je met elkaar echt even stil bent. Voor mij heel normaal is, denk ik dat het goed is om 1 keer per jaar stil te staan bij het feit dat het wel normaal is, maar niet vanzelfsprekend. Vrijheid is te kunnen worden wat je altijd al had willen zijn. Daardoor doe ik wat ik doe en ben ik wie ik zijn wil. Vandaag herdenken we en misschien voelen we gemis. We staan er weer even bij stil dat vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is.